vissen op grote water. Nou, de hengels liggen erin, de spullen staan opgesteld. We hebben weer de tjaldrig. Aan de andere hengel hebben we op dit moment een voerkorf. Om even ook wat, onder andere wat voer te brengen op de plek en de vissen te krijgen. En uiteindelijk gaan we straks over naar de medfeeder. Het is 6:30, 6:45 op dit moment. Het zonnetje begint mooi goed op te komen. Het is koud. De auto gaf net 1 graad aan. Dus hoop dat het ons geluk mag brengen met de vangst. Dus het is hier wat dieper water, het is groot water. Dus de temperaturen hier zijn wat stabieler. Nou, we gaan zien of we vis gaan vangen. We melden ons zodra we weer wat hebben. Een lap en wat voor een. Ze zijn best wel mooi. Ga weer terug. Hoppa.
Nou, de eerste. Toppertje. Op Corrivier met een kleine boilie. Zegt, waar heb je mij? Gaan hem weer terugzetten. In de auto gelegd met een gewone rig en korf met boilie heb ik nu verlegd. Het blijft nogal stil en op diezelfde positie ongeveer ligt nu een method feeder met mais. Wel veel kleine tikkies al, alleen ik denk dat dat kleine vis is. Nou, als het kleine vis is, dan komt er hopelijk ook weer snel grote vis bij. En dan gaan we zien of we nog wat karpen kunnen vangen. We hopen het. Zodra we wat hebben, dan melden we ons weer. En dan zullen jullie het zien. Centimeters. Nou, gaan we hem weer terugzetten. Een platte. Nou, ook aan deze sessie is een eind gekomen. Nou, één karper verspeeld en nog een brasem gevangen van 55 centimeter. Was weer een mooie ochtendsessie heb ik zo gehad. En gaan we weer op voor een volgende keer. Hey, vond je het leuk? Geef ons even een thumbs up. En je doet er ons groot plezier mee. Abonneren voor als je meer wil zien. Kost je niks. Gewoon even op de abonneerde button drukken hieronder. En dan komt het helemaal weer goed. Hey, hartstikke bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Later.